Ja, Harry komt wel niet van hier. Hij woont wel al heel lang hier. Maar hij kan wel ons volkslied zingen, of niet, Harry? Dat kan ik zeggen. Dan nou, moet ik kruipen, op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer zijn stevensuren slaan. Hé, hey, klasse, jongen. Nee. Ik krijg geen klote van die vent verstaan nu, hoor. Ik zei NIC. Welkom bij aflevering 7 van NIC. Ja, je ziet wel, we staan in de oudste stad van Nederland, hè. Ze zien alleen nog vergeten de muren aan te smeren. Terugblik Jong PSV. Hun hebben toch een aardig ploegje. Die rammelaar van hun leidde mooi 2-1. Het licht leek bij ons langzaam uit te gaan toen het 4-2 werd. Maar dankzij onze twee lichtpuntjes, Umeni en Fida, zagen wij in de laatste minuut een ster boven de Goffert stralen. Het is maar 1 punt, maar het voelt wel lekker. Toch de 4e plek. Het komt goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Favoriete speler. Die Okita deed lekker. Wat gaat die hertz, hè? Die is sneller als geluid. En constant is die vent gevaarlijk. Tot die hersenschudding. Toen was in één keer de snelheid helemaal uit de ploeg. Die keeper van Hully, Yannick van Os, die doet zijn naam wel eer aan. Hij sprong als een wilde os tegen Okita op. Gelukkig werd Okita heel snel met een brancard van het veld gehaald. Het leek wel een bandenwissel van de Formule 1. Wat ging dat snel, hè? Geentje. Gauw beter worden en een paar nachtjes slapen, Jonathan. We kunnen je niet missen. De clubarts van NEC en het ziekenhuis, Peter Canisius, die maakt jou weer beter. Daar staat hij. Hij is tenslotte een heilige theoloog. Dat moet toch lukken? Tegenstander Helmond Sport. Die Helmonders staan op de 16e plaats. Sven, laatste braken, jongen. Op Sportpark de Braak. Je had er al 5 in liggen, jongen. Dat is 1-1. Ik hoop dat die Mike dressoir meedoet. Ik wil hem wel eens zien. Die liep ook wel snel, die gozelt. Voorspelling naar 4-4 zou 4-5 ook hem leuk zien, nou. Het is ruime weer. Maar ik heb ook nog een nieuwtje. Helmond is sportstad van het jaar geworden. En weet je waarom? 90% van die lui loopt in het trainingspak. Nou, hou je en tot volgende keer met 3 punten.